Steffi, kijk eens. Ik heb iets keimooi. Mooi schilderij. Ja, wat een mooi kunstwerk. Gaan we dat eens proberen uit te doen. Ik weet niet of ik dat kan. Maar jawel. Kom, we gaan eens goed kijken. Oké, okay, dat is goed. Dus, wat moeten we juist doen? We moeten daar. Iemand ligt op de grond. Ja. En iemand anders gaat er met krijt over. Okay, wacht, ik zal het krijt nemen. Zo. Eerst deze? Ja. In het rood. Ja, omdat dat ook een rood figuur is. Ga ik neerliggen? Ja, oké. Okay. En ik zal vertellen wat jij moet doen, hè. Ja. Oké, op je rug liggen. En die arm omhoog. Deze? Ja. Zo? Ja. En deze moet zo in een kronkel. Ja. En dan deze knie moet zo omhoog. Ja. En deze langs de andere kant. Zo, naar hier. Ja, ik denk dat dat juist is. Oké, okay, nu ga ik rond jou komen tekenen. Zo, rond jouw arm. Zo. Zo. Dat is wel een grappig figuur hoor. Dat kietelt ook een beetje. Zo, ik denk dat het klaar is. Kom je eens kijken? Dit is net hetzelfde, hè? Oh, dat is super goed gedaan. Gaan we nog eentje doen? Oké, okay, nu mag deze. Oké. Jij mag neer. En ik ga die in blauw doen, hè, want het is een blauw figuur. Ja. Oké. Je mag eigenlijk met je twee armen in de lucht. Ja. Die arm moet een beetje meer naar beneden. Zo, maar wel gestrekt houden. Ja, zo. Beentjes op. En je voetjes als een pinguïn naar buiten. Ja, super. Ga tekenen, hè? Ja. Niet kriebelen, hè? Ja, jij hebt blote benen, hè? Niet op mijn haar, hè? Straks heb ik blauw haar. Zou dat toch grappig zijn? Net het mannetje. Ja, maar dat heb ik toch liever niet, hoor. Gaan we kijken? Oei, uw hoofd is wel een beetje zo'n minder. Zo'n klein hoofd. Maar hier is het ook het hoofd een beetje minder. Ja, dat is wel waar. Kijk, okay, de voetjes zijn goed. Ja, ja. Is leuk. Oké, nog eentje? Nog eentje. Oké, nog eentje. Welke wil je? De gekste. Deze? Ja, we gaan deze doen. De groen. Dan neem ik een groen krijtje. Maar ik ga wel daar moeten liggen. Hè? Ja, daar is dat is goed. Ga jij zeggen dat ik moet liggen? Ja. Met uw knieën langs deze kant. Ja. En jouw hoofd ook langs die kant. En uw armen langs de andere kant. Zo. En jouw schouder moet een beetje omhoog. Ja. Ja, zo is het goed. Ik ga komen tekenen, hè. Blijven liggen, hè. Ja. Zo. Oei, we gaan een beetje in de andere tekening. Maar dat is niet zo erg. Ja, mijn haar is zo erg, hè? Nee. Voilà. Ga je recht staan? Ja. Kom eens kijken. Ja. Oh, die is ook goed. Oei, maar ik ben hier nog een arm vergeten. Maar dat kon je niet tekenen, hè? Want dan moest je op mij tekenen. Ah ja, dat is waar. Maar het is toch goed zo? Ja, ik vind het ook wel leuk. Juist nog een streepje tussen mijn benen. Ik heb maar één been. Ja, dat is waar. Ja, zo is het goed. Super, hè? Oh. Zeg, vriendjes, gaan jullie dat thuis ook eens proberen? Je neemt krijtjes en je vraagt aan mama of papa om het kunstwerkje af te drukken of eens te bekijken. En dan kunnen jullie elkaar ook tekenen. Zo, veel plezier. Dag.